muziek, wat voor film was die? Ik hoef niks buiten te zeggen van mijn kerk te horen bij. Van, dus ik ga nou €50 wil ik hebben. Ik krijg waarschijnlijk een van de QR-code. Die ga ik hier scannen. Ja, met je telefoon scannen. Ja, dankjewel voor de hulp. Dan hebt u hem al. Hier staat een code en dit klopt. Dan zit ik doorgaan. En dan maak ik een betaling. Dat is gezonder. Nou wacht ik op een sms'je als de transactie gedaan is. Maar kan dat heel lang duren, 10 minuten of... Het heeft te maken met confirmations. Ja, ja. Hij heeft vaak 4 ik heb nou gewoon een bitcoin transactie gedaan. Ja, ja. Maar die hij is er nu waarschijnlijk de blockchain al. Dus in de blok zul je zien dat hij al bezig is en na een paar confirmations geen sms binnen. Ja, oké. Ja. Kijk, als je op de telefoon gaat bij die bovenste en dan view, dan zul je zien dat hij is nu onbevestigd nu. Ja. En na een paar confirmations. Ja. Ja, maar het is leuk joh, dat je als dit hebt joh. Ja, tuurlijk. Het is de toekomst joh. Ja, precies dat. Straks straat er op elk hoek van de straat zoiets. Het gaat natuurlijk om dat geld uitkomt. Ja, dat geld instopt. Ja. Nou, eigenlijk kan het zo, maar als je wilt dat de crypto wereld groeit, dan moet er geld in, hè? Ja, dat klopt. Van, maar voor het leuke moet je af en toe er wat uithalen. Ja, tuurlijk. Bitcoin is nu €3000, ja. Dat is $4000, ongeveer €3500. Het zijn er maar 21 miljoen, hè. Stel dat dit de enigste manier van geld is. En ja goed, er zijn bijvoorbeeld meer dan 21 miljoen huizen, dus maar een tijdje. Dan zou het zeg maar de waarde hebben van een huis. Als dit het enigste... Dan zijn ze bijna vol, toch? Met 21 miljoen. Dus misschien een miljoen max. Ja, 21 miljoen was de max. Van. Okay, zijn er nou iets van 18 miljoen of zo. Oké. Ja, hij wacht op 4 verificaties, had ik over. En dat kan best wel lang duren. Van, want volgens mij duurt het bijna 10 minuten. Per en als het in principe als het te lang zou duren, dan wordt hij gecanceld. Ja, de transactie. Dan gaat hij terug voor mij. Maar goed, het duurt minimaal 10 minuten. Ze hebben nog net geen bank hier neergezet, als je lekker kan zitten. Ja, soms... je kan ook, kijk, als je hem op voorrang zet, als je hem verstuurt... Ja, dan moet je ook weer betalen. Ga je weer betalen, ja. Dat is hij wat sneller. Je hebt hem op gewoon normaal standaard gehouden. Ja, dat denk ik wel. Ja. En, ja, vaak is het zo, mensen doen het. En daarom hebben we ook een link. Deze voortuin vanuit thuis uit al kan versturen. Ja, maar ik wil gewoon niet zo doen. Ja, tuurlijk. Dit is het meest tastbare natuurlijk. Ja. En ik zag van, jullie hebben gewoon ook openingstijden, hij stond niet buiten. Van, Ja, tuurlijk, van 10 tot 6 zijn we elke dag. Ja, vaak doen mensen wel verzenden, juist mensen die wat vaker komen. Die doen dan verzenden, gaan ze koffie drinken, komen ze terug, is dat klaar. En dan moet je nog één keertje aanmelden? Ja, dan straks voel jij je, als je een sms'je binnen hebt, ga je weer inloggen, hoe je dat net hebt gedaan. Ja. Telefoonnummer, sms'je, en dan staat er redeem, betekent geld uithalen. Ja. En dan komt het geld daar terug. Ja, dat is spannend. Ja. Er is veel mee bezig.
Zal die automatisch scherp worden? Nee. Ik heb weer filmen. Ja, dat is wel. Dan gaat een stuk sneller. Die moet je hebben, ja. Ja? Dan wordt hem. Daar komt het Ja? Dit is... Die geeft hij aan voor die draagpot. Ik zou kan één weer passen. Wow! Niet nieuw is die. Ja, dat is wel nat. Ik heb een bonnetje print, hè. Hij is nou fantastisch, jongen.